Goedemiddag allemaal. Ik ga heel even mijn live opzoeken en hem uiteraard ook even delen, zodat men hem wat makkelijker kan vinden. Nou, Jolanda had vanmorgen een heel tof kaartje gemaakt weer om 10 uur. Bij mij gaan jullie een boekje maken met met de goodiebag Ocean Tale. Helaas, de goodiebag is al uitverkocht. Maar ik hoorde van Jolanda dat er nog wel de grote papierblokken op voorraad waren. Ik weet niet hoeveel en of die inmiddels natuurlijk ook dan alweer uitverkocht zijn. Dus, nou, ik. Ik heb het gevonden. Oh jee, Lynn, dat kan niet, hè? Dat je de tijd vergeten. Nou, ik zie in ieder geval ook weer leuk bekende namen. Hé, hey, Nathalie. Niet vergeten, Nathalie is er om 7 uur vanavond, hè? Met hetzelfde goodiebag, uiteraard. Hetzelfde album. Alleen Nathalie gaat het niet alle pagina's gebruiken. Dat is een klein tipje van de sluier. Ik ga hem echt maken zoals hij in de verpakking zit. Dus echt gewoon het origineel. Dankjewel, Jolanda. Weet jij toevallig of er nog de grote papierblokken zijn? En zijn ook de mallen van de boekjes nog wel los, hè? Dacht ik. Goedemorgen, ik zie Dia, gezellig. Grada zag ik ook nog voorbij schieten. Hey Tamara. Nou, mochten jullie nog iets willen bestellen, dan kan dat onder de live van Jolanda. Het is de laatste dag, wat ik begrepen heb, voor de tikkiemandjes met 15% korting. Want dinsdag worden de mandjes afgerekend. Dus wil je nog iets bestellen, dan zou ik zeggen, grijp je kans. Want 15% korting, dat is toch, ja, kan toch aardig aantikken op je producten. Ik zeg altijd, het is toch 1,50 op elke 10 euro. Nou, ik heb het boekje heb ik wel alvast allemaal op maat geknipt. Zowel het cardstock als het decempapier. Want ik vind het dan leuk als ik ook wat tijd heb om te pimpen. Want als ik natuurlijk het boekje helemaal nog moet tekenen, dan ja, hou ik eigenlijk heel weinig tijd om ook te pimpen. En ik vind het ook wel leuk om te laten zien wat ik er allemaal in doe en erbij gebruik. En hoe ik het de binding doe met de bindringen. Want ik ga met bindringen werken. Dus nou, deze kan weg, hè. Die hebben we niet meer nodig. Die ga ik even in mijn mandje zetten. Nou, dit is het boekje waar we mee gaan werken. Zowel Nathalie als ik. Jolanda heeft vanmorgen iets heel anders gedaan. Alleen Nathalie en ik gaan met de goodiebag Ocean Tale aan de gang. Nou, het is een heel leuk boekje. En het heeft vijf verschillende pagina's. Deze moeten aan de andere kant. En het, eigenlijk de achterste is de grootste. En dan worden ze elke keer iets kleiner. De drie grootste, die zijn dan ook weer wat korter. En die twee kleinste, die zijn zijn langer en breder natuurlijk. En die twee bovenste pagina's, de eerste twee, die zijn wat smaller. Zodat je echt alle soorten tapjes ziet. En dan ga ik hem binden met de bindringen. En dan zal ik ook laten zien hoe ik dat dan doe. Ik gebruik daarvoor de Crocodile om de gaatjes in te prikken. En ik heb een hele leuke reinforcer set van Elizabeth Craft. Waarmee ik dus de reinforcertjes op de pagina's doe. Wat een woord. Nou, even kijken. Die leg ik opzij, hè, want die heb ik heb natuurlijk zometeen nog nodig voor mij om de gaatjes uit te meten. Dus die heb ik nog wel nodig straks per pagina. Nou, het grote papierblokje, daar is natuurlijk al heel veel uitgehaald.
uitgehaald. Hè, want Jolanda had dit papierblok onder ons opgedeeld. Zodat we er allemaal lekker mee kunnen werken. In het blok zitten ook op de voorste en op de achterkant van de voorpagina. En op de achterpagina zitten dus ook allemaal hele leuke elementjes om uit te knippen. En de schelpjes en de visjes. Nou, die ga ik dus ook gebruiken. Ik had het niet uitgeknipt om jullie te laten zien wat er allemaal in zit. Want anders moet ik allemaal van die losse onderdelen laten zien. En hier de vuurtoren, hoe leuk. Ja, wat koraal, zeemeeltje. Dan zitten er ook, ik heb er nog één compleet, want ik heb ze ook gebruikt in mijn albumpje, maar op een andere manier. Dan zitten er ook pagina's in met drie verschillende, ja, wat zullen we het noemen? Een soort achtergrond, zeg maar, plaatjes. Dit is dan echt onder de zee met allerlei koraal en vissen. Dan is er één met het strand en de zee. En die andere is volgens mij ook strand en zee. Maar de een heeft dan een bootje en de andere heeft een... volgens mij een vuurtorentje, dacht ik. Dus hier is een bootje. Er zit een heel leuk patroon van de wolkjes in. En dit vind ik ook heel leuk. Hier kan je ook die bootjes natuurlijk weer lekker los van uitknippen. Nou, pagina's met koraal. En de ene pagina is dikker. En als ze wat dunner zijn, dan hebben ze dus ook een hele mooie parelmoerglans. Nou, dit is ook heel leuk. Deze kan je ook natuurlijk al die elementjes weer los uitknippen. Net zoals van deze. De zeemeeuwtjes. Aan de andere kant zit dus een effen streepje. Zowel licht als donkere patronen. Een landkaart. Ook heel leuk. Nou, en dan gaan we, volgens mij hebben we dan deze nog. De all over met de schelpjes. En die heeft ook weer zo'n hele mooie glans eroverheen. Aan de andere kant is het wat rustiger. En dan deze met de koraaltjes en de zeepaardjes. En aan de andere kant nog weer schelpjes. Dus en de rest is volgens mij, had ik deze nog. Oh, deze heb ik ook nog. Die heeft ook weer een parelmoertje. Met vuurtorretjes, visjes. En aan de andere kant dan weer met bootjes. Dus hier gaan we mee werken. Ik ga beginnen met eigenlijk al mijn papier op te plakken. Ik zet deze opzij. Die heb ik zo nog wel nodig voor de labels te printen. In de goodie bag zaten ook een zakje met die cuts. Dat zijn deze. Ik heb dan het zeepaardje, een krab en een schildpadje. Die ga ik natuurlijk ook verwerken. Dan zat er een heel leuk kaartje in met bedeltjes. Met zeepaardjes. En er zat een setje in met... pareltjes. Maar dat zijn net een beetje waterdruppeltjes, omdat ze die mooie glans eroverheen hebben. Ja, het heet een AB glans, maar het lijkt een beetje op een olievlek. En dan heb ik de bindringetjes van Studio Light. Die had vanmorgen Jolanda ook al laten zien. Ik gebruik de zilveren, omdat ook mijn bedeltjes zilver zijn. En dat vind ik dan mooier. Nou, ik had wat voorgesneden voor mijn labels. En ik had wat koraal uitgestanst en ook al reinforcers uitgestanst. Maar daar gaan we straks mee aan de gang. We beginnen met ons boekje. Kijk, ik heb alles uitgeknipt en voorgewerkt. Ik heb lekker allerlei verschillende papiertjes gebruikt. Even kijken, iemand die vraagt iets. Gesina, wat wil je weten en waar is dat? Oh, lekker Wendy, eet smakelijk. Oh, Hanny, je zit natuurlijk... Hanny, je hebt tijdverschil, ja.
Oh, lekker, Nathalie. Ja, dat doe ik ook heel vaak. Dan zet ik de live aan op de achtergrond. En dan kijk ik af en toe even op. Het meeste is eigenlijk alleen maar luisteren. En ondertussen voorbereiden. Vind ik ook altijd lekker. Ja, Petronella boekjes maken is wel één van mijn favoriete dingen om te doen. Dus, nou, dit is, ik begin natuurlijk met de eerste pagina. Ik ga allemaal paginaatjes eerst in elkaar zetten. Dit is de eerste bladzijde. Of eigenlijk is dit de voorkant, hè. Ik zie nog een potloodstreepje. Ik heb besloten om, omdat ik het een wat stoerder album wil maken, ga ik dus beïnkten met, even kijken, waar is mijn inktborsteltje? Die is hier. Ga ik alles beïnkten met de Fair Brown van Harmony. Ik ga niet de-stressen, ik ga echt alleen beïnkten. En dat doe ik zowel met het kaartstok als het dessinpapier. Want dat vind ik wel even leuk in dit geval. En dat ga ik nog wel even doen. Want dan kan ik ook nog even de boel een beetje vol kletsen. Goedemiddag voor degenen die nog binnenvallen. Ik heb voornamelijk de lichte patroontjes, de printjes gekozen in mijn boekje. Omdat ik dat, ja, vond ik eigenlijk wel mooi. Zo. En ik beïnkt de pagina dan vooral het kaartstok aan beide kanten. Omdat je natuurlijk eigenlijk meestal een beetje ja, schuin bovenop je borsteltje zet. Dus dan is niet alles, alles beïnkt. Aan deze kant heb ik dan die schattige zeemeeuwtjes. Let op dat als je met het boekje werkt, dat je als je de voor- en achterkant natuurlijk gaat beplakken met dessinpapier, dat je hem in spiegelbeeld moet doen. Hè? Want als je twee keer dezelfde doet, dan krijg je, kan je het verkeerde patroontje krijgen. Laat ik het zo zeggen. Dus ik zou wel even opletten hoe je het wil doen. Nou loopt deze natuurlijk symmetrisch. Dus dan is het nog niet zo'n heel groot probleem. Maar vooral als een print natuurlijk niet symmetrisch is, of het pagina niet symmetrisch is, dan ja, kan het natuurlijk wel raar aflopen, zeg maar. Nou, dat is één. De tweede, dat is deze hele leuke, met die ticketrand. Ik moet even mijn kleine dingetje ook pakken. Plop. En mijn kleine frummeltje. Anders dan kan ik er niet helemaal in. Ik dacht dat ik alles weggegund had, maar dan zie je toch nog weer iets verschijnen. Kijk, met die kleine borsteltjes kan je dus heel makkelijk in die rondingen komen. Hier kan je dus met die grotere, kan je natuurlijk wat moeilijker in die rondingen komen. En met die kleinere gaat dat net even makkelijker. Dat je net eventjes de, ja, in de kleinere openingetjes op je kaartje of misschien wil je iets van een bloemetje beïnkten. En dat zijn toch ook altijd van die kleinere friemelblaadjes. Dat zijn die handige foamkussentjes. Die kleintjes zijn daar echt heel handig voor. Nou, dan heb ik deze nog. Ik heb hier weer het lichte streepje. Achterkant hoeft in dit geval niet. Ik vind de Fair Brown altijd heel mooi bij Craft. Ik doe ook wel eens de Seal Brown. Maar dan is het wel afhankelijk van welk dessinpapier ik heb, zeg maar.
Bij dit decentpapier vind ik dan ook de Fair Brown mooier. Dus vandaar dat ik daarvoor gekozen heb. Kijk, zo. Dan ga ik naar de tweede pagina. Daar heb ik die all-over print met de visjes en de zeestelletjes en zo gedaan. Goedemiddag voor degenen die nog binnenvallen. Hey Mieke. Dus voor degenen die nog iets willen bestellen, doe dat onder de live van Jolanda van vanmorgen 10 uur. Die staat ook bovenaan vastgezet. En je hebt dan natuurlijk nog vandaag 15% korting op alles wat in je tikkiemandje gaat. Kijk, dit is niet zo. Dit is eigenlijk gewoon het overtekenen van de mal. Dus het is niet zo dat je dat ik die hele mal zeg maar verbouwd heb. Wat we natuurlijk ook wel vaak doen. Maar dat heb ik dit keer niet gedaan. Ik heb het lekker echt het origineel gehouden. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb met die zeg maar met die landscapes hè, die er in dat blok zitten, heb ik pockets gemaakt. En daar ga ik dan weer leuke labels in doen. Niet op alle pagina's heb ik een pocket gemaakt. Een beetje, ja, de een wel en de ander niet. Want anders werd het natuurlijk zo'n een pocket bedoeling. En deze pagina's, die laatste drie, daar zijn de hoeken van afgerond. Daar heb ik de hoekpons mee genomen. Dat is de 2137-037. En dan de 7 mm hoek. Die heb ik daarvoor genomen. Die paste perfect qua maat. Want ronde hoeken knippen, dat worden toch nooit echt mooie, strakke ronde hoeken. En we hebben natuurlijk een hoekpons niet voor niks. Hier nog een potlood dingetje. Zo. Meteen ook even de achterkant beïnten. Nou, kijk, dit is bijvoorbeeld er eentje die je dan op moet letten dat je hem in spiegelbeeld legt. Want anders zit je tapje aan de onderkant. Vind je dat leuk, dan maakt dat natuurlijk niet uit. Maar dat is persoonlijk. Dit is een van de meest effe printjes erin. Die zit aan de achterkant van de landkaart. Heb ik ook bewust een rustige genomen. Omdat ik dat dan weer leuk vind bij de pocket, zeg maar. En daar komt natuurlijk van alles achter. Hè, ingestopt. Dus dan zie je toch niet zo heel veel meer van de achtergrond. Kijk, als je hem beïnkt, wordt het net eventjes wat sprekender. Het pimpen gaat het meeste werken, het meeste tijd kosten. En ik denk als ik natuurlijk en het boekje nog helemaal moet tekenen en knippen en ik wil ook pimpen, ja, dan wordt het voor mij een te lange lijf. Ik snap dat jullie dat allemaal niet erg vinden. Of de meeste van jullie niet. Maar het moet wel te doen zijn. Nou, in dit geval, normaal beïnkt ik nooit gekleurd kaartstok. Maar in dit geval wel. Omdat het de kleur erop geprint is. Dus je hebt een wit randje. Kijk, en nu zie ik dat natuurlijk niet meer. Omdat ik daar al op getekend heb, geïnkt heb. Kijk, als je dat ziet, het is een lichtblauw en een donkerblauw. En die kleur is dus geprint op wit papier. Dus dan zie je die witte rand. En dat vind ik niet zo mooi. Dus vandaar dat ik hem nu wel ga beïnkten. Nou, dan heb ik een blauwe pocket gedaan. Ik zie dat hier een beetje niet zo mooi doorloopt. Donkerblauw. Dus ik heb lekker ook met kleurtjes gewerkt uit het effen papierblokje uit de goodie bag. Dat zijn deze. Dus 200 gram papier, A4. Zit ook in je goodie bag. En daar zitten dan al deze kleurtjes in. Dat is
altijd, zeg maar, net als bij de Studio Light blokjes, twee kleurtjes aan één vel. En om wat meer, om dat wat meer kleur aan te geven, dacht ik, dan ga ik toch die pockets met het gekleurd cardstock doen. Nou, dan moet ik natuurlijk nog eventjes tapen op mijn pocket doen. Ik pak de 6 mm. Ik vind dat toch fijner als 3. En het zijn toch geen brede labels die ik erin doe, want het zijn... het is met de labelponsen van Fase dat ik het ga doen. En die kan je natuurlijk net zo breed maken als dat je zelf wil. Dus ik doe lekker 6 mm. Dan zit hij mooi stevig. En dan schiet hij niet los. Tape druk ik altijd aan met mijn vouwbeen. Zo, nou, deze moet er nog even op, hè. Die heb ik dus gewoon de maat weer gewoon aangehouden van het boekje. Dus ik heb in dit geval, zeg maar, dat is deze met het tapje, heb ik dan gewoon de onderkant van het boekje overgetekend. Of de breedte kan je ook opmeten. Net wat je zelf prettig vindt werken. Dus nu ga ik deze erop plakken. Zo, en die hoekjes weer allemaal afgerond met de hoekpons. Even kijken. Tamara, ja, dit is, het blauwe tape is power tape. Dus dat is echt veel sterker als het rode tape. En ik gebruik voornamelijk die 3 mm bij mijn shakers, hè, om mijn blister vast te plakken. En ik vind hem ook heel fijn voor de pockets. Want ja, doordat je elke keer dingen erin en eruit haalt, hè, want mensen die kijken toch naar het boekje en zo, zeg maar, is het toch wel dat het gauw los kan laten. En dat vind ik altijd zo zonde van mijn werk. Dus kijk, deze gaat precies erop. Dan heb ik hier een pocket. Dan ga ik met de andere kant verder. De andere kant heb ik gewoon leuk weer een all-over printje gedaan. En hier ga ik bijvoorbeeld een leuk kaartje op doen met een tekst. Ik heb de leuke stempelset van Marianne Design. Dat is die strandstempelset. Kijk, met al die leuke teksten van hier aan de kust. Je hebt vitamine C nodig. Je bent mijn zeester. En nou, allemaal van dit soort maak mooie momenten. Allemaal leuke teksten. En daar ga ik een beetje mee werken in het boekje. Ik maak er dus geen fotoboekje van. Ik maak gewoon een leuk boekje. En dan alleen met de spulletjes in het zeethema. En je kan natuurlijk ook zeggen van... ik wil er een fotoboekje van maken. Nou, dan kan je dus natuurlijk hierop leuk je fotootjes plakken. Nou, ik woon echt gewoon zowat... nou ja, ik woon 10 minuten fietsen van het strand. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik er tegenwoordig heel weinig kom. Vroeger lag ik heel vaak, was ik op het strand te vinden. Maar... eigenlijk niet meer zo vaak als vroeger. Kijk, die kan dan weer hierop. Dan heb ik mijn derde pagina al klaar. Nou, dan heb ik nog 4, 5 en 6. Zag ik dat goed? Ja, 4, 5 en... oh nee, 4 en 5. Er zitten 5 pagina's in. Dit is weer die met het koraal printje. En dit is dan... ik kan ook zeggen van ik had het donkere kunnen nemen. Maar zie je, dan voel ik dat niet zo mooi. Omdat ik verder alleen maar lichte printjes heb genomen. Het lijkt wel, ik heb het idee dat ik gewoon elke keer een deel vergeten ben uit te gummen of zo. Heel apart. Dan zijn dit wat grotere
rondingen. Dus die kan je wel weer gewoon met die grote blending tool doen. Maar het kan natuurlijk ook perfect met het kleine blending tooltje. Vroeger gebruikten we natuurlijk voor de beïnkten eigenlijk altijd de De-Stress Vintage Photo. Maar die verkopen we natuurlijk niet meer bij Noor, de De-Stress inkten. En de Fryer Brown vind ik echt een heel mooi alternatief voor de Vintage Photo van De-Stress. Dus mocht je nog op zoek zijn naar een mooie inkt voor je Vintage kaarten, dan zou ik echt deze aanraden van Harmony. Hij heeft ook een hele mooie volle... veel pigment erin. Dus hij geeft mooi een kleur. Dus dat hij echt wel mooi veel kleur afgeeft. Dus er zit veel pigment in, laat ik het zo zeggen. Zo, nou, dat is de volgende. Hier heb ik ook weer een pocket opgemaakt. En hier zie je ook weer dat die hele mooie paramourglans erin zitten. Zo, dan pak ik eventjes mijn kleine borsteltje. Gaat toch net even iets makkelijker. Ik zal even gaan lezen of er vragen zijn. Melissa, de De-Stress oxide is niet vergelijkbaar met de Harmony. Want de Harmony inkten zijn natuurlijk ook op waterbasis. En de oxide inkten zijn, voor zover ik het weet... is het meer een beetje een kalkinkt. Ik vind hem zelf niet mooi om je randjes te beïnkten. Daarvoor zou ik altijd dan of de Harmony, of als je de gewone De-Stress hebt, de gewone doen. Maar ik zou nooit de oxide daarvoor gebruiken. Maar dat is natuurlijk ook voor iedereen weer verschillend, hè? Ik heb ook lekker allemaal verschillende kleurtjes gepakt voor de pockets. Gewoon even gekeken naar het decempapieren wat op de achtergrond zat. Nou, hier zit dat mooie blauw-groene in, hè? Die hier mooie zeekleur. Dus dat vond ik weer perfect passen. En bij mijn achtergrondje die ik op de pocket gebruik. Maar natuurlijk ook bij de achtergrond van de pagina. Daar heb ik dan naar gekeken. En op deze manier kan je toch leuk die achtergrond, die tafereel dingen gebruiken in je boekje. Ik weet nooit hoe die dingen heten. Tenminste, ik weet het wel, maar ik kan er gewoon vandaag niet opkomen. Achtergrondplaatjes, laten we dat maar zo even noemen. Kijk, deze mooie zeegroene. Past dus ook weer heel mooi bij het plaatje, zeg maar, wat ik gekozen heb. Dus hier gaan we dan weer met tape opwerken. En ook hier zijn dus de hoekjes weer afgerond met de hoekpons van Fase Creatief. We hebben hem ook van We Are, dus dat kan allebei. Het zijn dezelfde maten hoekjes, die van We Are of van Fase die ik nu gebruik. Even kijken dat ik hem wel goed doe. Nou, dan kan je dat natuurlijk niet echt in een boogje gaan leggen, want dat vind ik dan niet mooi. Dus ik ga gewoon hem recht zetten, hier, op deze manier. En dan doe ik eigenlijk op die boogjes, doe ik gewoon lekker een beetje, even een druppeltje lijm, zodat hij wel vast komt te zitten. En dan ga ik eerst even mijn
tapeje eraf halen. Die rode tape kan je echt heel makkelijk dat bovenlaagje verwijderen met je vingers. Maar bij de blauwe tape moet je er echt iets onder zetten. En die blauwe blijft ook niet, echt niet zo aan je handen plakken als die rode. Die blauwe krijg je iets makkelijker van je handen af. Ik gebruik daar die waxpen voor van Studio Light. Hè. Die is weer op voorraad. Samen met de reservepuntjes. Met het blauwe gedeelte, daar pakken wij natuurlijk onze kleine stukjes op. Bij de French diertjes of bij de collectibles van Marianne Design. Of natuurlijk de diertjes van ECD. Kijk, heb ik mijn tweede pocket. En hier gaan leuk straks labeltjes in. Ga ik naar de andere kant. En daar heb ik het streepje gedaan. Het effen streepje. Ja, mooi papier hè, Ria? Vind ik ook hoor. Ja, prachtig papier hè. Kijk, nu maken we er dit albumpje mee. Maar het is natuurlijk ook heel leuk papier voor kaartjes. Of dit is natuurlijk een klein boekje. Of als je graag de grotere albums maakt. He, daar is dit natuurlijk ook heel mooi papier voor. En zeker als we straks natuurlijk weer richting de zomer gaan. En je wil leuk de strand- of zomervakantiefoto's verwerken. Het is natuurlijk wel, geeft natuurlijk wel een heel leuk effect. Zo. Dit is het simpele streepje. En hier heb ik ook een tafereeltje. Maar daar heb ik het koraal gedaan. En die heb ik wat groter gehouden. Die ga ik hier in het midden doen. En die ga ik ook wel met foamtape opplakken. Maar ik vind hem niet zo heel mooi. Hij is iets te smal, dus ik ga even mijn stukje papier pakken en dan ga ik die toch even overtekenen. Heb ik daar nog een stukje van of had ik daar nou toevallig maar net één bladzijde van? Nou, dan pakken we deze even. Dat maakt niet zo uit, want die matcht er ook heel mooi bij. Dus ik pak even de pagina met die krommetjes, zeg maar. De breedte was wel goed. Dus dat ga ik heel even opmeten. Even kijken. En dit was 10,6 wordt deze dan. Die ga ik dan meteen eventjes afmeten op 10,6. Zo. Nou, dan gaat het bladzijde, deze bladzijde gaat die kant op. Dus wat doe ik? Pak ik mijn potlood. En dan zet ik even een streepje iets verder weg. En dan ga ik hem nog even een keertje overtekenen. Ik denk dat ik hem niet goed tegen de rand aan heb gelegd. En dan zorg ik ervoor dat hij overal gelijke afstand, zeg maar, licht.
Nou, dat is echt zo gebeurd. Even mijn schaartje erbij. Ik denk dat ik hem gewoon even kijken hoor. En dan past hij hierop. Andere kant natuurlijk. Ja, zo matcht hij beter. Kijken of die ook nog qua breedte beter is. Ja, kijk. Dat is beter. Nou, dit stukje gebruiken we straks wel weer voor andere doeleinden. Ik ga hem even een rond weg laten lopen. Dat vind ik dan weer mooier. Nou, ook deze ga ik natuurlijk beinkten. Weer het kleinere borsteltje. Zo. Nou, dat doen we natuurlijk ook even met het stempapiertje. En dan hebben we eigenlijk zometeen het meeste al geïnkt. Of zijn we met de basis bijna klaar. Nog één pagina, de achterkant. Die ga ik hier opplakken. Nou, deze komt dan hierop, maar ik ga hem ietsje verhoogder op doen, zodat ik er nog even wat leuks onder en achteruit kan laten piepen. En dat doe ik met de 1 mm foamtape. Ik wil hem er niet te dik op hebben liggen. De schaduw ligt hier. Zo. Nou, dan kan ik die hier opplakken. Mia, de grote blokken die waren vanmorgen nog wel op voorraad. Want ik begreep van Jolanda dat ze het laatste bij de groothandel opgekocht. Dus de sempapier, dat was er nog. Je kan het bestellen, want het staat niet in de webshop. Als ik het goed had. Dus je kan het bestellen in de tikkie van Jolanda. Van vanmorgen. En je krijgt ook nu nog. Tot en met. Van, ja, vandaag is, als ik het goed had, de laatste dag. Voor je tikkie mandje. En dan krijg je dus 15% korting. Op alles wat er in je tikkie mandje zit. Van de afgelopen week. Behalve natuurlijk de aanbiedingen. Maar dat... Dat snappen jullie wel, neem ik aan. Want die zijn natuurlijk al afgeprijsd. Nou, onze laatste pagina. Ik had mijn stipjes al overgetekend op het kraftpapier. Maar toen dacht ik, nou, dat heeft geen zin. Want er moet nog de zendpapier overheen. En als ik dan het zendpapier eroverheen heb geplakt, dan zie ik toch mijn stipjes niet meer. Dus vandaar... Dat jullie de stipjes nog zien staan. Er zit ook een vel in met het hele leuke wolkenpatroontje.
En alles zit er meerdere keren in, hoor. Volgens mij zit alles er 3 keer in. Die komt er ook op. De zeilbootjes, die kan je eventueel weer leuk los uitknippen om ook weer te verwerken op je kaartje. Zo. En daar komt dan deze pocket op. Met die golven, zeg maar. En dan kan ik hier eventueel nog leuk bijvoorbeeld een vuurtorentje opzetten. Of een, wat had ik nog meer, een huisje of een dingetje. Dus deze ga ik ook nog even beinkten. Want dit is dan het strand en de golven. En dan heb je op de achtergrond heb je dan de lucht. Ook heel leuk als je een tafereeltje wil maken met deze print met die wolkjes. Maar daar had ik dit keer niet voor gekozen. Ik vind het wel leuk om het papier echt te benadrukken. Morgenochtend gaan we weer een tafereelkaartje maken. Met een hele leuke Er was eens. Kijk, dat is deze. Kijk, dan krijg je toch wel, doordat je dat gekleurde kaartstok hebt gebruikt, krijg je lekker ook wat meer contrast op in je boekje. Ga je natuurlijk met foto's werken, dan kan je natuurlijk ook heel leuk dat gekleurde kaartstok gebruiken om je foto's op te matten. Dat is natuurlijk ook heel erg leuk om te doen. He, dat je, als je kleurfoto's hebt, dat je dan naar een kleur kijkt in je foto die je vindt passen bij je foto. En dat je daar dan op mat. Dat geeft natuurlijk een heel leuk effect. Even aanduwen. Zo. Ik blijf het maar met mijn vingers proberen, maar het heeft gewoon helemaal geen zin, want je krijgt het er toch niet echt makkelijk af met je vingers. Nog even de laatste. Zo. Nou, die plakken we hier dan natuurlijk op. En als je dan ook gewoon de maten van het boekje aanhoudt, wou ik zeggen. Maar dan moet je dat ook echt wel doen. Dan past die er precies op. Maar in dit geval is ergens iets niet goed gegaan. Zo. Knippen we hem even bij. Of knippen we het er even af. Dat is beter. En dan zetten we hem weer met inkt vast. Nou, aan de achterkant op het boekje heb ik dan wel die leuke print met bootjes gedaan. Want dat vond ik eigenlijk wel zonde om hem niet te gebruiken. Ik had eerst een andere op de achterkant. Dezelfde, zeg maar, als de voorkant. Want vaak vind ik het wel mooi als de achterkant en de voorkant hetzelfde printje hebben van een boekje. Maar dan vond ik het zo zonde dat dit papier niet gebruikt had. Nou, dan doen we die aan de achterkant. Zo.
dan is dit dus de achterkant. Kijk, dan heb ik dus nu eigenlijk al de basis van mijn boekje heb ik nu klaar. Dus je ziet wel een beetje de pockets, maar dan zie je allemaal leuk ook die contrasten. Ja, klopt, Djoeke. Met matten maak je dus, als je een foto hebt, en stel je voor, dit is je foto. En dan leg je dus een randje op deze manier, zeg maar, zo even voor de, om je foto heen. Kijk, dit is matten. Dat je gewoon een gekleurd randje om je foto heen krijgt. Of als je een stempel hebt getekst, een tekst hebt gestempeld op een wit ondergrondje, dat je die dan weer op een ander kleurtje mat. Dat is matte. Hello Carol, good afternoon. Thank you so much. Even kijken of ik nog een... Leuk, Petra. Het is een heel leuk papier, hè? Nou, nu gaan we dus de gaatjes erin maken. Nou, dan pak ik dus eigenlijk gewoon elke mal weer opnieuw. En dan ga ik die gaatjes overnemen op mijn pagina's van mijn album. Ik ga even checken dat als ik dat doe, dat ik genoeg ruimte heb. Ik ga natuurlijk nog geen gaatje maken. Zo, deze gaat een beetje stroef. Dat ik genoeg ruimte heb, ja, heb ik. Ik heb een hele stroeve bindring vandaag. Wel fijn als ze wat stroever zijn, want dan gaan ze niet zo gauw open. Deze is wat losser. Het zijn mijn laatste drie, dus ik zal het ermee moeten doen. Nou, dan ga ik zo meteen nog even laten zien. Pak ik mijn krokodil. Ik heb een krokodil in een koffertje. En daar zitten eigenlijk altijd wat nesting dies al bij, maar dan de kleintjes. Ik heb zelf de grote erin gedaan, omdat ik de grote vaak mooier vind. Maar de kleintjes, die krijg je erbij. In verschillende basiskleurtjes, zoals goud, zwart, zilver, wit volgens mij. Dus deze leg ik nu opzij, want die heb ik nu niet nodig. En dan heb ik een klein gat en ik heb een groot gat. Ja. En dan ga ik voor de grote opening. En waarom doe ik altijd dat puntje tekenen? Als ik dat doe, dan kan ik dus precies, ik ga kijken of jullie dat kunnen zien. Dan zie ik dat puntje precies in de opening van het, zien jullie mijn potloodpuntje? Zie ik er precies doorheen, dus dan weet ik dat ik op de goede kant zit. Maar ik heb hele leuke reinforcertjes, dus ik wil even kijken dat die dan wel erop kunnen. Oh, dat kan. En dan kan ik hem bijvoorbeeld eentje naar beneden en weer eentje naar boven laten zwemmen. Of we doen ze allemaal dezelfde kant op. Ja. Ik moet even kijken of het qua afstand past. Dan heb ik nog een andere, want ik heb ook deze nog. Die moet dan ook passen. Nou, die past ook perfect. Dus we gaan... hij moet wel ietsje... naar achteren. Je kan hem dus ook uitmeten. Hè? Je, ik heb altijd zo weinig kracht. En dan, dat kan je ook doen als je niet een voorbeeld hebt waar die moet komen. Even kijken. De
dat is hier. En zo ga ik alle pagina's doen. Dus ik zorg ervoor dat mijn potloodpuntje echt gewoon in het midden van mijn opening zit, zeg maar, van mijn krokodil. Nou, volgende pagina. Daar doe ik weer precies hetzelfde mee. Gewoon neerleggen dat die gelijk loopt met je mal. Ik doe bewust gewoon een dik rondje maken en niet echt een puntje neerzetten. Want als je een puntje neerzet, dat zie je vaak wat moeilijker. Nou had je het op dit papier wel gezien, omdat dit wel vrij licht is. Maar als je natuurlijk wat donkerder papier hebt, dan zie je dat minder goed. Nou, dat is de tweede. Kijk, en dan sluiten ze dus heel mooi aan op elkaar. Die kan ook weg, dat is de tweede. De derde is die met dat tapje. En daar zit natuurlijk ook die pocket op, hè. Maar als het goed is, kan die daar gewoon doorheen. Daarom doe ik het ook met de krokodil en niet met de gaatjes maken. Omdat je met de gaatjes maken, krijg je het echt niet door zoveel lagen papier heen. Want ik heb natuurlijk ook het craft cardstock van Bella Lulu. Nou, dat is natuurlijk al 250 grams. En dan natuurlijk twee vellen decempapier. En dan natuurlijk ook nog het cardstock van de, en decempapier van de pocket. Dus ja, dan zitten er 5 lagen papier of zo op elkaar. Dus dat is dan wel heel veel. Dat is nummer 3. Dan gaan we naar die met de golfjes. Zo. Je moet wel, als je het op de manier doet waar ik het doe, moet je wel elke keer even die frummeltjes eruit steken. Want die blijven er natuurlijk een beetje in hangen. Maar ook daar gebruik ik weer lekker die piktool voor. Zo. Nou, dat is nummer 3. En dan gaan we door naar nummer 4. Zo. Hij gaat er niet, hij frummelt er niet tussenuit. Nou, die kan weg en die heb ik nu niet meer nodig. Oké. Nou heb ik van Elizabeth Craft is er een hele leuke reinforcer set. Ja, ze hebben 3 verschillende sets. Maar ik heb nu deze gepakt en dat is set 2. De nummer 1812. En daar zit dus ook een hele leuke reinforcer van visjes bij. Kijk nou hoe leuk. En een reinforcer. En ja, ik vond het heel erg op koraal lijken. Haal hem er heel even uit. Kijk. Zie je, het is net of het koraal is. Nou, die twee heb ik dan gebruikt voor in mijn boekje. Maar er zit ook deze in, die is ook heel leuk. En natuurlijk de ticket, een wiebertje, en wat dacht je van een fotocamera als je echt met vakantiefoto's werkt. Deze voor op je labels. En dit is een beetje met een schulpje. Hier een broekzakje, hoe leuk. En dat
is ook weer een soort vlaggetje, denk ik. Hoe zullen we het noemen? Twee gaatjes bij elkaar. Dus ik denk dat je hem dan dubbel kan doen. Ik heb die nog niet uitgeprobeerd. Een herfstblad. En nog weer leuke pijltjes. Ik ben zelf dan, ik vind die leuk. Die broekzak vind ik leuk. Die herfstblaadjes. En dan natuurlijk deze twee voor het maritiem thema. Dus dit is de 1812. En dan de pack 2. Ook daar gaat dus nu 25% korting, of 15% korting af, hè, van deze sets. Nou. Nee, Djoeke, je kan je bestellen in de live van Jolanda van vanmorgen 10 uur. Want dan hoeven ze namelijk maar één live na te lopen voor bestellingen. En anders moeten ze alle lives apart nalopen om te bestellen. Dus dat is heel onhandig. Ja, die visjes, die zijn toch helemaal geweldig. Nou, ik heb alvast wat voors gestanst. En ik denk dat ik leuk die groene hier ga doen. Dus dan pak ik 3 groene. Ik ga gewoon kijken per pagina wat ik erop ga doen. Ik heb echt ook alleen de visjes en de koraaltjes gedaan. Nou, wat heb ik gedaan? Dit zijn van die kleine friemeldingetjes, dus met lijm werkt dat niet. Dus ik heb gewerkt met krafttape. Dat is die krafttape van Studio Light. En die heb ik gewoon achterop een stukje kaartstok geplakt. En dan aan de achterkant van je kaartstok. Want ik wil deze kleur gebruiken. Dus die kleur moet naar boven. En dan aan de achterkant plak je dat krafttape. Super handig. Want nu hoef ik alleen maar mijn tapeje eraf te halen. En dan kan ik hem opplakken zoals ik het wil. Nou, ik vind het wel leuk als hij een klein beetje schuin loopt. Niet te veel, maar een klein beetje. Ik heb ook geen idee of ik er nou genoeg had uitgestanst. Kijk, zie je hoe leuk die visjes zo tussen het koraal? Nou, hier heb ik de meeltjes. En ik heb er wel, ik doe het wel zo dat het matcht bij mijn papier. Ik dacht dat ik donkerblauwe koraaltjes had, maar die heb ik dus niet. Even kijken. Ik heb geen donkerblauwe koraaltjes. Dus ik ga heel even mijn koraaltje pakken. Kan ik er 3 uithalen zo? Yep. Ik heb er maar 3 nodig. En dan pak ik gewoon heel even mijn kleine mini vriendje voor. Zo handig. Ze zijn weer op voorraad. Maar ik begreep van Jolanda wel beperkt. Dus als je het wilde, dan moest je er snel bij zijn. En die is natuurlijk al in de aanbieding. Dus daar gaat dan niet de korting van af. Zo. Dan mist ik een heel klein stukje tape op 1 koraaltje. Dat, oh nee, net niet. Jawel. Klein stukje tape mis ik op 1 koraaltje. Maar dan doe ik daar gewoon even een klein beetje lijm op. Kijk, die plak ik hierop. Kijk eens wat een leuk effect dat geeft. Nou, had die natuurlijk aan één kant had die geen lijm, dat had ik niet gezien. Dus doen we even gewoon een klein beetje lijm. Als je dat natuurlijk bij allemaal moet doen, dan is het zo'n gepriegel. Nou, leuk hè? Nou, we gaan ze wel even allemaal doen. Hier heb ik dan ook weer blauw. Maar dan vind ik het niet mooi als ik weer blauw doe. Dus, even kijken, wat heb ik nog voor een kleurvisje? Een geel visje.
Nee, we doen lekker een beetje dat rooie koraal. Vind ik wel leuk. Een beetje het donkerdere kleurtje koraal. Hier ga ik ook nog wat leuks op maken. Ik weet natuurlijk niet of ik alles afkrijg, hè, in de live. Maar goed, dan moet ik hem gewoon even afmaken na de live. Maar ik wil in ieder geval wel het grootste gedeelte af hebben. En als ik dan nog een paar dingetjes moet pimpen, nou ja, dan is dat maar even zo. Maar ik ga ook even met de labelponsen werken. En ik dacht, die doe ik ook eventjes live laten zien. Als jullie het willen, kan ik ook nog die andere twee reinforcer sets laten zien. Die zijn ook wel heel erg leuk. Gele visjes. Yep. Dankjewel, Tamara. Hey, Julia. Ja, zo'n boekje maken is gewoon altijd veel werk. Maar ik vind het zo leuk om te doen, dus ik vind het niet erg. Ik heb ook altijd in het verleden best wel veel albums gemaakt. Ook altijd heel leuk om te doen. Nou, deze zwemt een beetje die kant op. En die zwemt een beetje weg. Hij is aan het corrigeren, zie ik, hè? Zorg dan wel dat de visjes allemaal een klein beetje gelijk zitten. Dan gaat hier een klein stukje van zijn staartje af. Dat laat ik er niet aanzitten. Want dat vind ik niet mooi. Zo, kijk. En dan hebben we deze. Dat is die met het bootje. En dan heb ik een groenige koraal. Dat is misschien best wel mooi. Ik heb ook nog een donkerblauw visje. Nee, dat gaan we niet doen. Gaan we het groene koraal hier doen. Zo. Dus die reinforcertjes passen ook heel goed van Elizabeth Craft met je krokodil. Dus met de openingetjes van de krokodil. Nou, de grootste opening. Want de kleinste, dan zie je natuurlijk helemaal je papieren er doorheen. Zijn jullie er nog of loop ik vast? Volgens mij loop ik niet vast, toch? Nee. Oké, dan ga ik naar deze kant. Nou, hier doe ik dan de donkerblauwe visjes op. Ik had al wat koraal uitgestanst, ook van Marianne Design. En je kan ze natuurlijk en naar beneden en naar boven laten zwemmen. Dus hier gaan we ze een beetje naar beneden wijzen. Nee, dat is niet zo mooi, want het vinnetje gaat natuurlijk wel de andere kant op. Dat is natuurlijk de grootste vin, is natuurlijk wel die boven moet, hè. Ik heb geen idee wat voor type vis het is, maar het is gewoon een vis. Zo. Oh, gelukkig. Willen jullie de andere twee reinforcer sets ook zien? Want dan ga ik ze even pakken. Daar zitten ook namelijk hele leuke in. Die gebruik ik ook heel veel. Of heb ik veel gebruikt, laat ik het zo zeggen. Nou, kijk. Dat zijn mijn visjes. Die kan straks hierin. En dan heb ik ook meteen eigenlijk de openingetjes verstevigd van mijn boekje. Nou, de ene laatste pagina. Omdat dit ook koraal is, vind ik het denk ik wel leuk om hier
koraal in voorstel, wie in voorsteltjes op te doen. Ga ik ze even pakken. Ze staan hier naast me. Maak ik even deze laatste af. Dat alle pagina's een reinforcertje hebben. Want het zijn nog maar 3 kantjes. Dus. En dan ga ik ze even pakken. Kijk, hup, gaan we naar de andere kant. Nou, even kijken, daar kan ik of een donkerblauw, oh, ik heb nog een geel visje en ik heb nog een donkerblauw visje. Of ik heb koraal in het groen, nou, dat vind ik niet zo mooi. Ik denk dat ik wat gaan we pakken? Of dat koraal in het rood. Maar dat, nee, dezelfde kleur als mijn achtergrondje. Dat vind ik dan weer niet mooi. Die valt een beetje weg, hè. Maar ik denk toch wel dat het hem gaat worden. Ja. Eigenlijk had ik dat koraal in het geel gewild. Heb ik nog een stukje geel? Heb ik nog een stukje geel? Ik heb nog een stukje geel. Dus ik ga gewoon nog even 3 geeltjes uitstansen. Zo. Dat is gewoon toch het voordeel van het kleine machientje. En dan stans je toch nog even gauw weer 3 andere stansjes uit. Hoef je niet die hele grote machine te pakken. Nou ja, hij staat bij mij naast me. Dus ik hoef hem natuurlijk sowieso niet te pakken. Maar yes, kijk. Oh, waar is mijn pagina? Bijna op de verkeerde. Kijk. Zie je, dat vind ik wel mooier, want dan zie je hem ook. Ik heb er natuurlijk meer uitgestanst als ik nodig heb, want dat doe ik altijd. En deze laat ik wel onderweg lopen. Dus dat wat ik erop heb geplakt, dat dus er overheen valt. Omdat ik het met foamtape heb opgeplakt. En als je dat er niet doet, dan krijg je natuurlijk een heel rare bobbel in je kaartje. Nou, dan gaan we naar de laatste. En dan hebben we, wat hebben we nog over? Blauwe visjes heb ik nog over. Groene visjes. Gele visjes. Of rood koraal. Een groen koraal ook nog. We hebben nog genoeg over. En wat over is, ja, dat bewaar ik gewoon. Dat kan je altijd nog vol. En oh nee, niet, want ik heb ook nog labels waar ik ze op ga gebruiken. Dus ik heb er nog genoeg nodig. Even kijken. Ik vind het toch wel leuk om dan weer hier een visje op te doen, hè. Maar ja, een visje in de lucht is ook weer zo raar. Even kijken, wat gaan we doen? Wat heb ik aan de achterkant? Oh, met die bootjes. Dus gaan we aan de achterkant ga ik wel een donkerblauw visje doen. Dat vind ik wel leuk. Dan gaan we lekker recht omhoog. Dan gaan we nog even nadenken wat ik... bij de andere wil. En dat kan ook Mia, maar dat, ja, dan vind ik dat ik dat in het hele boekje had moeten doen.
En niet alleen maar op één pagina, maar dat zal wel een tik van mij zijn. Ik denk dan toch dat ik leuk voor dat rodere koraal ga. Kijk, want dat geeft dan ook weer een beetje contrast. Zie je, dat vind ik dan mooier. Zo, nou, jullie gaan even hierin. Die heb ik straks nog nodig. Kijk, dat vind ik dan mooier. Ik zal even die andere twee setjes pakken. Want die liggen hier naast mij. Even kijken hoor. 1, 2. Nou. Even kijken, dan heb je hier set 3. Dit is set 3. Ik zal even het plastic eraf halen. Ze gaan bij mij toch in een mapje van My Favorite Things. Ook die bestel je, hè, met 15% korting vandaag. En dan past deze natuurlijk, steekt een heel eind uit. Dus ik denk dat ik die gewoon even zo dubbel er straks in ga doen. Zo. Nou, op deze zitten dus hele leuke schaartjes. Vierkantjes, dacht je van die rompertjes. Dit is ook heel leuk. Dat is een boei, die had ik ook nog bij kunnen gebruiken, zie ik. Kroontjes, gewone rondjes, mokjes, wolkjes. Hoe leuk voor een babydingetje. Voor een babyboekje. De rompertjes ook natuurlijk. Dus die zitten in de pack 3. En dat is de 1988. Ik ga hem er even zo in doen. Dan steekt hij zo ver uit. En dat is niet zo handig. Zo. En dan heb je hier set 1. Nou, jullie zien dat die al heel vaak gebruikt is. Daar zitten ook hele leuke verschillende in. Even kijken. Daar zit in een tandwieltje zit daarin. Ook heel leuk. De gewone reinforcers, hè, reinforcers, die ringetjes. Een bloemetje zit erin. Zo'n chevron pijltje zit erin. En een wat kleiner, ja, het kan een bloemetje zijn, maar een beetje gegolfd dingetje. Hier nog leuke pijltjes. Deze zijn ook heel leuk. Het lijkt wel een beetje een wieldopje met die gaatjes erin. En de wat grotere basis reinforcers. En dit is de 1736. Dus dat zijn de drie reinforcer sets die er zijn van Elizabeth Craft. Dus met de tandwieltjes en met de visjes is de 1812. Dus dat is de set 3. Ik ga hem even meteen even terugbrengen. Zo. Dus de 1812 is met de visjes en de tandwieltjes. Of met de visjes en de koraaltjes. De. Het valt er precies overheen, hè? 1988 is met de rompertjes, schaartjes en de wolkjes en de mokjes. En dan de 1736. Dat is die met de bloemetjes en de tandwieltjes. En wat zit er nog meer in? Ja, in de gewone rondjes. Dus dit zijn de drie setjes van met reinforcers van Elizabeth Craft. Ja, die opbergzakjes zijn super, hè, Ria? Dus mocht je nog wat willen, dan heb je nu echt ook de kans om ze met korting te shoppen. Nou, ik ga mijn bindringetjes erom doen. En begin ik gewoon even met de bovenste. Zo. Kijk, en die kan je heel makkelijk openslaan. Ik
makkelijker. Als je er dan één vast hebt, dan kan je die andere twee eigenlijk heel makkelijk er zo doorheen jassen. Dit is nummer 3. Dit was die hele strakke volgens mij. Hij moet iets verder open. En de laatste. Kijk, en dan kan je hem dus gewoon heel makkelijk openslaan, want je hebt meer dan genoeg ruimte. Nou hadden we natuurlijk die hele leuke bedeltjes, hè. Met die zeepaardjes. En dan heb ik een stukje, even kijken waar het ligt, een stukje touw. Gewoon simpel jute touw. En ik dacht, hoe leuk is dat om dat hier omheen gewoon op deze manier te doen, als een lusje. En dan doe ik het aan de bovenste. En dan hang ik daar twee zeepaardjes aan. Op twee verschillende hoogtes. En dan knoop ik hem eigenlijk gewoon vast met het touwtje. Eén knoopje is genoeg, dus ik ga er geen twee knoopjes in doen. En dan het tweede zeepaardje. Die laat ik dan iets lager. En dan kan je ook nog zeggen van nou, ik knoop er nog een lintje aan of zo. Als je dat leuk vindt. Kijk, heb ik hier twee zeepaardjes aanhangen. Alleen aan de bovenste. Ik had donkerblauw organza lint, want dat vond ik dan wel leuk erbij. En ik denk, dan ga ik nog eventjes een, ga jij eventjes doorheen, ja. Zo. Even alleen bij de bovenste ring, ik ga niet bij alle ringen iets doen, want dat vind ik dan niet zo handig. Maar volgens mij heb ik iets te groot, te klein lint gepakt. Maar eigenlijk vind ik een strikje helemaal niet zo leuk. Kijk, zo. Gewoon even zo'n flapje. En dat vind ik dan weer wel leuk om bij alle drie te doen. En omdat je natuurlijk toch ook dat glansje op dat papier hebt, dan vind ik het toch wel leuk als je gewoon lekkere organza lint erbij gebruikt. Ik doe een dubbele knoop, want dan laat hij niet zo snel los. Want dat organza lint, dat schuift best wel snel, hè. En dan kan je natuurlijk ook nog andere kleurtjes lint doen als je dat wil, met meerdere kleurtjes. Ik doe nu even alleen blauw. En dan knip je het gewoon zo een stukje eraf. En dan maak je toch nog net even weer wat speelser. Op deze manier. Bedeltjes ervoor. Nou, dan is dit de basis van mijn boekje. Maar we gaan natuurlijk nog wel even een beetje de labeltjes, een beetje pimpen. Hè? Nou, op de voorkant komt nog wat. Ik heb nog geen idee wat ik op de voorkant ga doen. Want ik had ook nog het leuke alfabet van Elizabeth Craft. En dan dacht ik, zal ik hier iets opdoen op de voorkant. Maar daar ben ik nog niet uit. Ik ga lekker even labeltjes maken. Ik heb hier een pocket, dus hier gaat leuk een labeltje in. Nou, omdat ik een donkerblauwe gematrand heb, ga ik er geen donkerblauwe label in doen. Dus ik denk dat ik het lekker met deze kleur ga doen. Ik ga de labels ook van het gekleurde kartstok doen en niet van Craft. Omdat ik dat dan het leuke vind. Ik heb deze labelpons van Fase. Dat is die met die kleine oogjes.
En dat is de 21494002. En als je labelpons scallop zegt, dan weet Joyce welke je bedoelt. Even de lijm op mijn dop. En ik heb ze eigenlijk allemaal gewoon op 2,5 inch gedaan. Dus dat is de grootste maat. En die leg je er dan in. Kijk, zo leg ik hem er zo in. En dan heb ik hier dus de bovenkant van mijn label. Nou, daarom heb ik natuurlijk die leuke reinforcertjes nog bewaard. En dan kan ik bijvoorbeeld... plak ik leuk die groene erop. En ik wil de hoogte nog bepalen. Want ik wil niet dat hij er te ver boven uitsteekt. Dus ik doe altijd op deze manier. En dan zet ik even een streepje tot waar ik hem af wil snijden. Dan pak ik mijn snijmachine weer. Zo. En dan ga ik opmeten hoe lang ik hem wil. Ik wil natuurlijk een stukje dessertpapier op hebben. Nou, hij is nu een beetje ongelukkig. 11,3, maar dat geeft niks. En dit is 6,4. Dus hij wordt 5,9 bij 10,8 wordt mijn dessertpapiertje. 5,9 bij 10,8. Nou, dan pak ik mijn blokje dessertpapier. Wat vind ik leuk om erop te doen? Ik denk dat ik dan... even kijken hoor. Ik moet even kijken waar die ook alweer in ging. Oh ja, hij ging hierin. Ja. Dus dan wil ik wel iets hebben met dat rode. Nou heb ik dat hele schelpenpatroontje nog niet gebruikt. Dus ik denk dat ik die leuk erop ga doen. Lekker kleurrijk. Nou, wat zeiden we? 10,8 bij 5,9 als ik het goed had. Je kan ook de achterkant doen, maar dat vind ik niet zo mooi bij deze kleur. Ik hem er nu op ga plakken. Kijk, dan heb ik een mooi... een halve centimeter ruimte. Dat ik hem mooi kan matten. Dan pak ik mijn hoekpons. En ik doe er 7 mm. En dan hoek ik hem weer rondaf. En dat doe ik ook natuurlijk bij deze. Even kijken hoe om. Hier zit ook zo'n hele mooie glanslaag om. Op deze. Kijk, zien jullie het? Ik weet niet of je het zo goed ziet. Maar die schelpjes, het is net of, dat, of je het zeg maar met een soort glossy accent hebt gedaan. Ja, het is nu bijna 2:30. Ja, ik ben om 11:30 begonnen, dus dat kan wel kloppen. Zo, kijk. Ik heb natuurlijk allemaal kaartstok en mijn dessertpapier beïnkt voor mijn hele boekje. Dus dat hou ik ook bij de labels aan. Zo, nou. Ik heb dan... dit is dan het label wat ik gemaakt heb. En als je het op deze manier doet, kijk, dan heb je ook gewoon een mooie matrand. Oh, gaat niet helemaal lekker zo. Op je kaartstok of op je labeltje. Met dat gekleurde kaartstok. Als ik de donkerblauwe organza lint. Ze moeten natuurlijk wel allemaal een leuke...
lintje eraan krijgen. Even zorgen dat die mooi recht zit. Dan had ik nog ergens een stukje touw. Ja, dat touw koop je gewoon bij, of bij een tuincentrum of ja, bij van die winkels waar ze van alles en nog wat hebben. Ik heb altijd, altijd een rolletje touw in huis voor bij mijn kaartjes te gebruiken. Kijk. Mooi strak strikje. Nou, die kan er dan in. Kijk. Zo. En we hebben in ieder geval één labeltje erin. En dan hadden wij natuurlijk, even kijken waar mijn blok is. Ik heb natuurlijk die achterkant nog van dat blok, hè. Dus ik denk dat ik het wel leuk vind om even, denk het zeesterretje bijvoorbeeld, uit te knippen. Zo. En dat knippen we natuurlijk altijd even met een randje eromheen uit. Ik wil natuurlijk nog wel even dat er wat op het strand ligt. Een zeester en ik pak een schelp. Even kijken welke schelp zal ik doen. Deze denk ik maar. Of die met de blauwe. Nee, die valt een beetje weg. Nee, we doen deze. Het is natuurlijk vrij dik, hè? Want het is natuurlijk de buitenkant van het boek. Dus het is een beetje kartonnig. En dan kunnen we deze nog even leuk zo hier opplakken. Dat doe ik wel met een beetje foam tape. Dat het verhoogd ligt. En zo zitten natuurlijk aan de voorkant ook allemaal van die leuke elementjes in dat blok. Zeesterretje. En het schelpje, kijk, op die manier ga je het, kan je het allemaal heel leuk pimpen. Nou, zo ga ik natuurlijk in al die labels, al die pockets ga ik labels maken. Hier denk ik dat ik er maar één in duw, of misschien maak ik nog een kleintje. En aan de voorkant, en hier wil ik ook natuurlijk, ja, misschien dat ik hier dan wel een leuke tekst op doe. Ik ga hem in het Nederlands doen, omdat ik die leuke Marianne Design stempel erbij wil doen. Kijk, ik heb ook nog de bookmarks, dus ik kan ook natuurlijk nog een leuke bookmark van Craftlab erin doen. Dat is ook leuk, dat is ook natuurlijk een mooie klein labeltje. Want die kan je er nog wel even leuk zo nasteken. Dat is misschien nog wel leuk. Dus die kunnen we dan weer uit een andere kleur doen. Dus lekker allemaal een beetje fleurig houden. Maar ik kan ook natuurlijk eentje uit het kraft doen. Want dat kan wel. Een combinatietje gaan we doen. We gaan even een combinatie doen.
Zo. En dan moet daar natuurlijk nog een dessertpapiertje op. Even kijken, wat gaan we erop doen? Misschien is het wel leuk om die landkaart erop te doen. Daar ging mijn stempel in mijn prullenmand. Ik ben altijd een muts dat ik altijd even kijk wat ik erop wil hebben. Want dit vind ik ook wel leuk met die kompas en die zeemeel. En zo kan je dus allerlei verschillende labeltjes in de pocket doen. Dus je hoeft niet allemaal dezelfde te doen. Je kan ook lekker verschillende doen. En, het is natuurlijk best wel een speels boekje door al die verschillende pagina's. Dus dan is het best wel leuk om ook die labels op die manier te verwerken. Zo. Heavy Doodle draait helemaal niet zwaar. Het is echt zo fijn. Een heel licht machientje. Ik heb verschillende gehad. Hè, de mini trouvaille. En ook die van Fase. Maar ik vind deze echt heel fijn draaien. Ik weet dat Antoinette die van Sissix heeft. Die nieuwe, die kleine. Volgens mij was het Sissix, dacht ik. En die schijnt ook heel fijn te zijn. Ook dit beïnkten we natuurlijk weer, hè, want we beïnkten alles. Even kijken, andersom. Anders vliegt mijn zeemeeuw op zijn kop. Je kan ook natuurlijk teksten erin plakken. Opplakken, wat je zelf leuk vindt. Kijk, en dan pak ik hier wel alleen het touwtje. En hier doe ik ook niet een reinforcer op, hè, want dat is gewoon te klein allemaal. Of de reinforcer is groot. Het ligt er maar net aan hoe je het bekijkt. En deze trek ik er op deze manier doorheen. Klein touwtje. Kijk. Dan heb ik twee leuke labeltjes in mijn pocket. En zo ga ik mijn andere pockets ook vullen. Maar ik ga er dan nu wel een eind aan breien. Want het is al 1:30 geweest. Ja, Nathalie, maar dat is toch juist zo leuk dat die van jou weer anders wordt. Dat is het leuke van die goodie bags. Dat we allemaal met hetzelfde werken, maar toch iets anders maken. Tenminste, vind ik altijd. Ik hou daar wel van. Dus niet vergeten, ladies en gentlemen, om 7 uur naar Nathalie te kijken. Die gaat ook echt altijd, ja, die maakt sowieso altijd hele leuke boekjes. Dus dat komt helemaal goed. Graag gedaan, Nathalie. Ik zit om 7 uur klaar, hoor, bij jou. Ja, toch, Sandra? Zo inspireren wij elkaar. En dat is juist zo leuk. Nou, ik ga ook nog even een hapje eten, want dat heb ik ook nog niet gedaan. En dan zie ik jullie of vanavond bij Nathalie om 7 uur, of morgenochtend om 10 uur. Met de Er Was Eens Party Time. You're welcome, Carol. Ja, Eveline, hij komt op YouTube, hoor. Ik ga hem downloaden en Jolanda zet hem op YouTube. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ik ga hem straks na het eten even afmaken. En dan gaat hij op de foto. En dan wens ik jullie allemaal nog een hele fijne zondag. En tot de volgende keer.